Mannen, die zomer dat is toch weer voorbij gevlogen, hè? Maar ik heb me wel goed geamuseerd, hè? Barbecueken op zijn tijd. Sosisje, sardineke, pinkje. Ik ken dat wel. Maar dat is eigenlijk niet belangrijk. Zal ik je vertellen wat er wel belangrijk is? Delphine, bijvoorbeeld. Delphine die van Frankrijk naar België gekomen is. En dan achter Peter zijn gat liep. Dat is mijn lievelingsgerecht. Echt. Dan zou je natuurlijk voor haar winnen, hè? Maar Peter die werd dan verliefd op Elise. Als we niet goed oppassen, hè, gaan die stoppen nog een keer doorslagen. Ons Delphine. En gelijk met Veronique. Hè, die was ook niet content, hè, dat ze geen CEO nummer mocht zijn van het bedrijf. Dus wat doet hij? Die richt haar eigen bedrijf op. Vero Bello. Hè? En wat gebeurt er? Met de voorstelling van de collectie, wie daagt er daarop? June van Damme. June. De ex van Peter. Hè? Die June die haar event zoveel heeft aangedaan in die tijd. Ja, Veronique zijn ook nog niet aan de neepatatas. En Maarten en Roos, gegijzeld in Pakistan. En de Maarten die is dan juist op tijd kunnen gaan lopen, maar Roos die zit hier nog, hè. Doe alsjeblieft met zijn vraag. Kan ik goed geloven dat Maarten daar naartoe wil zo rap mogelijk om die te bevrijden? Dat hem dat gaat oplossen? Ja, en een tijd geleden is er een Thomas Veijaerts bij Evi komen wonen. Allee, bij Evi en Nico en Mieke. Je weet wel, hè. Nee, heb ik via via toch wel niet vernomen, zeker? Dat er op die modeshow nog een Thomas Veijaerts stond, hè. Thomas Veijaerts. Lush, denk ik dan. Ah, en er is ook goed nieuws. Nico en Mieke ten huwelijk gevraagd. Ja. Hoe schoon was dat, hè? Romantisch, hè? De liefdespoot er vanaf. Echt, hadden we moeten zien. En ons Lizzie en ik hebben besloten dat we nog naar een volgende kleine gaan. Boep, shakalak, hè? Ja. Ja, dan was er nog iets bij dat Van den Bosses. De boma in de coma. En dan dat groot familiegeheim. Niet alle Van den Bosses. Geen zoveel de zomer was heel Vlaanderen aan het meezoeken. Wie weet wat dat daar allemaal aan het licht gaat komen. Bon. Dat was een hele boterham. Ik heb er dorst van gekregen. Ik ga een pintje pakken. VTM. Je beleeft het hier.